Goedemorgen. Licht katertje wel. Ik voel wel een gebonk in mijn hoofd. Dus ben al op de goede weg. En een bakkie. Come to mama. Good morning. Gisteren zo'n leuke avond gehad. Zo lekker gegeten. Echt, als je nog nooit bij de Seasons toen bent geweest, dan moet je daar echt een keer naartoe gaan. En je van vis houdt natuurlijk. Dan gaan we met lichtelijke pijn in mijn hoofd. Even het huis onder handen nemen. Tassen inpakken. En alles voorbereiden nog voor zometeen. Ja, straks al. Gaan we met twee auto's naar weer een andere camping. Papillon heet het. Een heel kindvriendelijke glamping. Ergens in Twente. Weer een volksverhuizing. Nee, het is allemaal wel leuk. Maar het echt met kinderen op vakantie gaan is gewoon... Het is niet even je tasje inpakken en gaan. Het is gewoon een hele lijst afwerken. Maar goed, ik ga er niet zo over lopen stressen. Want Alice gaat mee en die bereidt altijd alles tot in de puntjes helemaal goed voor. Dus ik kan vast wel even bij haar aankloppen als ik iets ben vergeten. Dat scheelt. Ik ga mijn moeder maar even bellen. Even FaceTime, ja, gezellig. Dat doen we, ik denk wel, sowieso iedere dag. Soms twee keer op een dag. Hallo, Liefie. Hoe gaat het? Hallo, Liefie. Oh, leuk. Je staat stil. Oh, daar ben je weer. Klaar voor? Roadtrip. Ja, Louis is er klaar voor. Waar gaan we naartoe, Lou? Gaan we weer naar de camping. Op de camping. In je mooie pakkie. Safari. En jij hebt je campingpak wel aangetrokken, hè? Daar. Of hier, nu. Ja. Nee, het ziet er super mooi uit. En we gaan in deze Nissan Juke. Gaan we de kant op. Gaan we die kant op rijden. Het is 2 uur rijden. Maar het ziet er wel uit als een comfortabele rit. Wel, de bus gaan aan en uit als de bus gaat rijden. En nu? De wissers van de bus gaan heen en weer rijden. Nou, wij kunnen niet rijden. Het heeft geholpen. Dat is fijn. Nog één? Nou, dit nog een boeken. Hoe lang moeten we nog? Een uur. Nou, nog een uurje vroos. Hoofd, schouders, knie en teen. En we rijden. Nou, we zijn inmiddels vrij melig. Dat krijg je van 3 uur in de auto zitten. 3 uur! We zijn inmiddels Duitsland. Nee. Nou ja, wel. Ja, op de grens. Bijna op de grens. Ja. Dus we gaan naar Papillon. 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 Dat betekent heel benieuwd. Vlinder. Ja. Ja. En in het Duits is het Schmetterling. Vind ik altijd heel grappig. Schmetterling? Ja, Schmetterling. Een vlinder is in het Duits Schmetterling. Dat klinkt niet mooi. En in het Frans is het Papillon. Papillon. Zo mooi. Hallo. Heb je je zoon al gemist? Nee hoor. Hallo! Nee, ik kreeg allemaal lekkere foto's doorgestuurd dat hij lekker ligt te slapen. Ja, dat is belangrijk. Dus dat is fijn. En straks... Ja, maar het is ook wel leuk om een keer iets te doen alleen met Joa. Dat hebben we natuurlijk nog nooit gedaan. Ja. En met Eloy wel. Zijn we natuurlijk, ja, toen ik in verwachting was van Joa op vakantie geweest. Het is toch wel leuk om... Nou ja, om af en toe even die aandacht ook aan één kind te geven, weet je wel. Ja, dat begrijp ik. Ja, dus ik ben wel benieuwd hoe dat bevalt. Even met één kind. Ja, dat voelt voor ons als vakantie. Ik snap dat het voor jou natuurlijk anders is. Oh, ik vind het echt... maar eventjes één. Hard work. Ja, maar dat is het ook. Of je nou 1 of 2 of 3 of 4. Het is gewoon, je bent er gewoon hartstikke druk mee. Zijn we dan?
Hier zitten wij. Daar zit Alice. Daar komt Alice weer aan. Met een kind dat alweer is weggerend. Hoppa. Ik ga jullie even een toertje geven. Een safari tent. Kijk. Lief. Welkom. En je hebt er dus alles in zitten. Wat ik wel echt... Oh, je hebt zelfs een vaatwasser. Het is wel echt luxe kamperen. Kookplaat. En een toiletje. En een douche. Kijk nou, hoe luxe. Ja, dat is wel heel, heel lekker. Hier slapen Milan en ik. En dan hebben we hier een bedje. Voor Joe, hè? Gooi hem naar buiten toe. Ik wil niet dat hij zo dicht bij me zit. Ja, maar dat... Nou ja, nu is hij de duisternis ingegaan. Ik weet niet waar hij nu is. Dus je hebt geluk. Dan gaan we de lampen maar uit doen. Dan zie ik tenminste het allemaal niet meer. En dan hoop ik dat we een beetje kunnen slapen. Ik ben gewoon aan het genieten. Ja, we zijn zeker aan het genieten. Super lekker ontbijtje. Het zonnetje dat schijnt. Vakantie vloggen vind ik altijd lastig. Want wat doe je op zo'n dag? Een beetje van dit. Een beetje van dat. En een beetje van dit. Lekker. Een beetje van dit. En een beetje van dit. Laatste dag, maar we mogen een nachtje extra blijven, dus dat is wel echt heel erg leuk, want we hebben het hier zo naar ons zin, echt boven verwachting leuk vinden we het hier. We hebben heel veel geluk met het weer, dat is echt alles wel, dat merkten we ook bij de lievelingen. Het was niet zo mooi weer, dus dan ja, is het toch iets minder. Het is wel heel heet en een beetje benauwd. Maar goed, daar gaan we niet over klagen. Kinderen hebben het zo naar hun zin. Het is ook echt leuk om even één op één met Benny te zijn. Al, ja, zit ik wel een beetje met gemengde gevoelens natuurlijk. Maar binnenkort gaan we ook een weekendje weg met Eloy. Dus zo om en om is het wel eens leuk om te doen. Het park is echt, nou wat ik zei, boven verwachting leuk. Het is echt zo dat als, nou ja, vooral als je kleine kindjes hebt...
als een park daar helemaal op ingericht is. Dat het je zoveel makkelijker maakt en daardoor een leukere vakantie hebt. Want er is zo echt aan alles gedacht voor kinderen. Vooral kleine kinderen. Vandaag hebben we lekker een rustig ochtendje gehad. We hebben gezwommen, wat echt heel leuk was. Voor de eerste keer met Joa. En we gaan zo meteen op bakfietsen. Ja, ik kan het meisje wel uit Amsterdam halen, maar die bakfiets moet ook hier komen. Ja, gaan we zo meteen even de buurt verkennen. Ik ben wel heel benieuwd naar, want ja, ik ben hier nog nooit in deze omgeving geweest. Dus ik vind het wel heel leuk om even te kijken waar we nou eigenlijk zitten. Dus dat gaan we zo meteen doen met elkaar. En vanavond natuurlijk Nederland kijken. En dan rijden we morgenochtend vroeg weer terug naar Amsterdam. Wat trouwens wel heel leuk is, is ik ben hier trouwens op uitnodiging. Ze mochten hier een paar dagen spenderen. Maar wat ik heel leuk vind, is ik mag een kortingscode aan jullie weggeven. Mochten jullie zeggen, hey, dat vind ik leuk, daar wil ik wel eens een keer een weekendje heen met het gezin. Dan moet je deze kortingscode gebruiken. En dan krijg je 10% korting. Dus, toch misschien wel leuk. Oké, ik ga de boel maar weer inpakken. En dan gaan we zo op de bakfiets. Doei hè. Doei Joa. Nou, je gaat mee hoor, schatje. Nou, dan gaan we. Kijk, ze gaan joh. Hier gehad. Het is zo bizar, want de weken voordat we weggingen was het echt dramatisch. Was het gewoon iedere ochtend wel 5 uur, 4:15, 5:30. En ik weet niet precies hoe het komt. Maar het lijkt ook wel alsof hij gewoon wat rustiger is en er nu echt helemaal gewoon goed doorslaapt. Het is zo fijn. Dus we hebben echt goede ochtenden. Goedemorgen. Goeie nachten gehad. Ook op de lievelingen. En hier ook. Ik durf het nu te zeggen. Ik was bang dat ik het zou jinxen. Maar hij werd vanochtend ook om 5 uur wakker. En toen ging ik gewoon alleen even naar hem toe. Alleen maar even. Ging hij weer liggen. En heeft hij doorgeslapen tot 7. Nou, alles na 7 uur is helemaal prima. Dus ik ben echt wel heel blij hoe dat is gegaan. Zowel hier als op de lievelingen. En hopen dat hij dat thuis ook gaat doorzetten. Dat zal wel fijn zijn. Ze hebben meerdere van dit soort campings door Italië. Dus wie weet dat we ooit wel een keer naar Italië gaan. Dat lijkt me in ieder geval echt geweldig. En hier komen we denk ik ook nog wel terug. Want ik vond het super, super leuk. Ja, dat is mama's Toshi Toshi. Nou, nu gaan we spullen inpakken. Tenminste, ze hebben eigenlijk al gedaan. Maar alles klaarzetten en dan rijden we zo meteen weg. Nou, daar gaan we weer. Bakje ingepakt. Weer naar Amsterdam. Ladies first, man. Doei huisjes. Het was zo leuk. Ja, het was echt leuk. Ja, we hebben echt leuk gehad, hè. Nu gaan we weer op naar Amsterdam. 2 uur op de teller. Ja. Nou ja. Ik zit hier heerlijk. We hebben airco. Dit waren alle tenten. En ze hebben ook mooie huisjes. En hoe heette die? Air Lodge tenten. Air Lodge. Ja, met zei ik ook wel wat, ja. Heel tof. Dan zit je slaap je onder de sterren. Onder een sterrenhemel. Wat wil je nou nog meer? Thank you.
Hallo, het is vandaag woensdag. En op woensdag gaat Eloy altijd naar schooltje toe. En is Joa... En is Joa thuis. En nu is Milan met Joa. Die gaat zo meteen even naar buiten toe. En ik zit op het bed. Ik ga hem even opmaken, want daar ben ik nog niet aan toegekomen vandaag. Ik ga namelijk even wat reels opnemen voor Instagram. Een look of the day wil posten. Nou ja, goed, een look of the day is natuurlijk niet de echte look of the day. Maar het zijn gewoon outfit inspiratie. Dus ja, als je me nog niet volgt op Instagram, zou ik heel leuk vinden als je dat zou doen. Dat ga ik opnemen. Het is best wel wat werk. Maar dan, ja, ik vind het wel leuk om te doen. Maar ik ben de slaapkamer daarom ook even een beetje aan het schuiven en aan het doen. Dus kan ik jullie ook een beetje een impressie geven van hoe het er nu uitziet. Dit kastje is dus nieuw. Daar ben ik heel blij mee. Hij is vintage. Maar goed, als je zoekt op Marktplaats, op Rotan, vintage kast, dan vind je het wel. Milan heeft mooie pioentjes gekocht voor mij vandaag. Lievelingsgeurtjes. Ja. En de spiegel heb ik nu even hier neergezet. Die staat eigenlijk op een andere plek. Maar voor de real vind ik het wel leuk om hem hier neer te zetten. Dit wordt het eerste look of the day. Dit jurkje is van Cézanne. En dit vestje is van American Vintage. Maar goed, daarvoor moeten jullie eigenlijk natuurlijk naar de reels kijken op mijn Instagram. Ja, ja. Slaapkamer is nog niet zoals ik het wil. Ik wil namelijk toch heel graag de wanden schilderen hier. En we hebben nu tijdelijke gordijnen. Ik vind ze niet zo mooi, ik ben er niet zo blij mee. Maar goed, het komt allemaal wel. Oké, ik ga hem nu even opmaken. Ik heb het al in een paar vlogs terug heb ik het laten zien. Wat mijn make-up routine is. Dus dat ga ik nu niet laten zien. Nou, het staat erop hoor. En nu deze zooi weer opruimen. Ja, totaal geen zin in. Nu ga ik de zooi opruimen. De jongens die komen zo meteen thuis. Gaan we koken. Begint de hele avond routine. En dan zorg ik ervoor dat het hier weer even een beetje op orde is. Paris. Nou, verschil moet er zijn. Je ziet er helemaal mooi uit. Strak in je pak. Mila gaat lekker naar Parijs vandaag. Zo fancy. Gaat Ierie, komt Ierie ook erbij? Ja. Oh, schatje, jij blijft bij mama. Wij blijven hier achter. En ik wil ook naar Parijs. Ik wil ook in een mooi pakkie lekker flaneren door Parijs. Mag mama hier niet weg? Nee, maar mama wil ook graag bij jullie blijven hoor, Eloy. Mama vindt het ook gezellig. We zijn even met z'n drietjes nu. Goedemorgen. Ik weet niet of ik eigenlijk, nou ja, wel goedemorgen heb gezegd al. Maar goed, jullie hebben net gezien dat Milano is weer voor het eerst op reis. Echt, ik ben zo blij voor hem, want dat is wat hij zo heeft gemist. Hij reist altijd heel veel voor zijn werk. Hij schoot altijd heel veel campagnes in het buitenland. En ja, dat was natuurlijk ineens lag dat helemaal stil. Sowieso heeft zijn werk best wel stilgelegen. Dus ja, ik ben heel blij dat dat voor hem weer lekker loopt. Ik heb even een koffietje gemaakt. Jongens, nou, het is zo fijn, echt. Ik heb laatst ook een post op Instagram gedeeld waarin ik ook, nou ja, tegen jullie vertelde dat ik me weer zo gelukkig voel. Ik wil pap maken, pap is die man. Pap maken. Oh, mama gaat lekker pap maken, schatje. Politieman? Ja, politieman gaat pap maken. En dat komt ook. Zie je al deze zooi op de aanrecht staan? Nou ja. En dat komt ook omdat die jongens zo lief met elkaar zijn. Niet te vergelijken met een paar weken of een paar maanden terug. Eloy, we gaan niet gooien. Nou ja, er worden per dag nog zeker wel 50 brandjes geblust als het er niet meer zijn. Maar ze trekken veel meer naar elkaar toe. Ze missen elkaar. Ben jij een pannenkoek? Ja. Goedemorgen, pannenkoekje. Hey, mama.
Goedemorgen, pannenkoekje. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Oh, jij ook. Plakband? Moet ik dat om jou heen nu doen? Het is vandaag vrijdag. En vrijdag gaan de jongens lekker naar de opvang. Naar de KDV. Naar schooltje. Hoe je het ook noemen wil. Ik kreeg iemand in mijn inbox die het heel vervelend vond dat ik school zei. Dus dan ga je toch onbewust een beetje opletten op hoe je soms dingen zegt. Heel irritant. Ik vind schooltje altijd wel lief klinken. Maar ja, het is natuurlijk gewoon de kinderopvang. Nou ja, goed. Anyways, niet belangrijk. Wat wil ik nou zeggen? Bakken. Dus, we zijn al helemaal ready. En het is nog maar 8 uur. En ik vind dat een beetje vroeg om ze al weg te gaan brengen. Maar het is zo grappig. Als je alleen bent, tenminste, dat merk ik altijd wel met de jongens. Dan gaat het allemaal een stuk sneller dan als ik samen met Milan ben. Dan is het veel te gezellig. En dan, ja, ik weet niet. Dan duurt het allemaal wat langer. Het was een pannenkoek. Twee pannenkoekjes, daar gaan ze hoor. En ik heb stiekem wel een beetje uitgekeken naar deze dag. Gewoon een hele dag van, nou ja, zeg 9 tot 5. Helemaal voor mezelf. Ik heb heel veel werk te doen, dus het wordt wel gewoon een lekkere werkdag vandaag. Dit is de echte OO TD. Ik heb net een reel gepost met de look of the day. Nou, zo zie ik er daar in real life helaas niet echt uit. Maar ja, dat komt ook door het weer. Het is echt van dat saaie weer in juli. Zo flauw. Nou, dat is even een metamorfose. Ik ben even door de wasstraat gegaan en mijn haren even gedaan en mijn make-up even gedaan. Want ik moet nog even het een en ander opnemen. Ik vind het zo'n lekker dagje vandaag. Gewoon even helemaal alleen thuis, hier lekker dingen weer even op orde stellen, opruimen, to-do-list afwerken. Ja, even zo'n productieve dag. Echt heerlijk. Het is even een tijdje geleden ook, omdat we natuurlijk een paar dagen weg zijn geweest. Snel verder editen. Maar even ophalen. Dan ga ik de stad in. Ga ik uit eten. Lekker een hotelovernachting. Oh, zin in. Oh, fietssleutels. Even belangrijk. Echt, dat heb je toch ook soms zo nodig. Gewoon even weer Rosanna zijn. Gewoon even de vrouw zijn die je ook bent. In plaats van alleen maar mom life. Ja, dat is... Worden jullie al duizelig van dit beeld? Dat vind ik zelf in ieder geval wel echt... Vind ik soms zo aan toe. Even iets te snacken meenemen voor die jongens. Anders dan vinden ze dat niet leuk. Ik heb mijn haar net gekruld. Dus dan doe ik altijd even een elastiekje in op de fiets. Want er zit er geen krul meer in. Alles voor niks gedaan. Daar zijn ze weer hoor. Mijn lieve mannetjes. Ik ben zo blij om jullie weer te zien jongens. Eten. Lekker koekje eten. Even lekker, nou ja, ik heb niet zo heel veel gefilmd. Want ik was ook met een vriendinnetje die dat ook gewoon niet zo heel chill vindt. Super lekker gegeten. We hebben dus in de Hoxton geslapen.
Wat altijd een hele fijne plek is om weer terug te komen. En ja, het was echt fijn. Het is vandaag zaterdag trouwens. Ik kom net lekker thuis en er lag een heel leuk pakketje. Een boek dat ik had besteld, een koffietafelboek. Want die miste ik hier eigenlijk wel. Ik vind naast dat het ook super inspirerend is om doorheen te bladeren, ook gewoon heel mooi in het interieur staan. Dus gewoon ja, op de koffietafel of op het dressoir daar. Ik kan er allemaal wel leuke plekken voor bedenken. En deze die stond echt bovenaan mijn lijstje. En ik heb nog maar één pagina gezien en ik ben er nu al blij mee. Het is namelijk het boek van Kelly Wurstler. En zij is echt een icoon op het gebied van interior design. Ik heb ook een masterclass van haar gevolgd. Dat heel erg leuk was. Vooral haar materiaal gebruikt. Nou ja, en de texturen en de prints die zij gebruikt in het interieur zijn zo inspirerend. Zo mooi. Nou ja, ik sloeg deze pagina dus al open. En toen dacht ik al, hoe heerlijk is het om hier naar te kijken. Gewoon zo mooi. Dit zijn echt typisch wel haar interieurs. Gewoon gekke, beetje organische vormen. Super mooi kleurgebruik. Ik vind deze kleuren bij elkaar ook zo prachtig. Dus toch, zo wil je. Ik zou het huis echt zo willen inrichten. Gewoon met deze kleuren. Heerlijk om doorheen te bladeren. Het is ook echt een mega dik boek. Het is echt alleen maar mooie beelden. Binnenkomen. Mama, die past denk ik niet binnen, Moppie. Misschien past dat wel. Sociale zondag. Vanochtend vierden we Alice haar verjaardag, wat heel gezellig was, in de speeltuin. En toen was er net een goede vriendin van mij, Steef, die jullie wel vaker nu in de vlog zien. Die was hier met haar zoontje voor een gezellig zoals een playdate. Het huis is helemaal ontploft. Ik ben nu eten aan het maken voor de jongens en natuurlijk voor Milan en voor mij. De jongens eten gewoon iets van een pastaatje. Wij eten mijn lievelingssalade. Tenminste, het is echt nu wel een favoriet. Rucola mix, geloof ik. Bordje. En dan bak ik wat. Echt mom brain gewoon. Kennen jullie dat? Dat je gewoon echt aan het einde van de dag gewoon even niet meer een beetje spraakgebrek hebt of zo. Met perziken, haricot vert, en dan lekker tomaat, avocado en burrata overheen. Zo lekker, simpel, perfect voor wat meer het warme weer. Het is weer ver te bekennen, maar goed. Het blijft gewoon eigenlijk altijd zo lekker. En vooral nu perziken echt in het seizoen zijn, is het helemaal lekker. Dus dat receptje wil ik even met jullie delen. Dan zijn we aan het einde gekomen van de vlog. Het is vandaag maandag. En ik ben nu aan het haasten, aan het klaarmaken voor een hele leuke afspraak. Waar ik echt al heel lang naar uitkijk. Voor ons nieuwe bedrijf. Ik hoop heel erg dat ik jullie
het is vandaag, ja, het is juli, dat jullie eind deze maand echt helemaal kan vertellen wat het gaat zijn, wat het wordt. Dus ja, ik ga me gauw weer verder klaarmaken, maar ik wilde hem hier even afsluiten. Ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe. Dankjewel voor het kijken.